so big, big plane, big car. Bye. Zo doen we dat, personal touch. Oh, wat een schatje was het. En hij heeft de extra fooi gegeven. En dan gaan we eerst koffie drinken. En het regent hier in Texas. Bye. Welkom. Dit geweldige feest. Met heerlijke kinderen achter me die aan het wetteren zijn. Terwijl ik weg af ben van de vlucht. Het was zo zwaar. Totaal niet hoor, het was heel relaxed. Nee, we zitten nu lekker aan een koffietje bij Starbucks. En we zitten buiten, want het is wel warm, wel bewolkt. En ja, in plaats dat we heel energiek musea's aflopen en leuke dingen doen, is het hier eigenlijk heel kort, maar krachtig een beetje winkelen. En waar we dan zowel winkelen, dat zien jullie zo. Wat is dat? Dan kan ik al mijn spullen netjes opruimen. Ik kan voorop ruimen. Oh, maar je bent al zo netjes. Er valt bij jou niks op te ruimen. Ja, dat is een heel opwerkbox. Nou, ik wens je veel plezier. Ciao. Nou, echt heel enerverend is dit. Het lijkt wel een museum. Je hebt dode sturk magenta. Je hebt lekker knalgeel. Staat leuk bij mijn tasje. Weet je, je moet het allemaal heel erg creatief zien vandaag. We doen eigenlijk hele leuke dingen nu in die 24 uur stop. Oké, kom, we gaan boodschappen doen. Hele grote maat aan. Ja. En dan weet je zeker dat die past. Ja, lekker handig met passen. Laat de zijkant eens zien. Is helemaal niet groot hoor. Nee. Gaat goed. Gaat als je geloof hebt, dan zijn je voet al verkocht. Ja. Nou, verkocht. Heb je nou 20% discount? Je bent geen moeder. Ja, yeah, it's Mother's Day. Oh? Ja. Daar profiteer ik mooi van. Hey, wat kan je hier allemaal kopen? Oh, je wilt niet weten wat je hier allemaal kan kopen. Geboorteschoenen. Zilveren Michael Jackson schoenen. En je kan hier onwijs veel kopen. Van schoenen tot kleding tot bepaalde fashion kleding. Tot letters, tot boeken, tot huishouddoekjes, tot whatever. Want vroeger had het een verschrikkelijke winkel. Maar jij hebt mij leren zien dat het best leuk is, maar je moet echt zoeken. En aangezien we onwijs fris en fruitig zijn, gaan we gezellig even de marges verkennen. En daarna is het denk ik wel klaar over. En deze, met de muiltjes. Kijk, zomaar toen nu. Ah, leuk! Wacht even hoor, het is wel heel groot hè, maar wel even klein. Je hebt meteen voor de hele crew. Kijk, is dat leuk dat ik voor de hele crew meenemen? Ja, gewoon doen. Dat iedereen het leuk staat? Dat denk ik wel. Jezus, je zit buiten. Wat zit je in godsnaam te doen? Het is zo koud binnen en ik wil iets meenemen van dit restaurant. Ik ben even een salade aan het uitzoeken. Gewoon lekker binnen in de nacht van het eten. Gelukkig heb ik nog niks gekocht.
En we gaan nu naar het hotel, want we zijn berenmoe. En dan sluiten we de dag, deze innoverende dag af. En nou, dat was het dan. 24 uur Houston. That's it. Meer kunnen we er niet van maken. Sorry. Next time Toronto. Ik moet verplicht een filmpje kijken over Hillary Clinton. Maar ik weet niet of die voor Hillary of voor Trump is. I don't know. Sir, you have to vote as well in November. Het zit me geen rol. Laat maar. Weet je? Laat ook allemaal maar. Het is voorbij vandaag. Laat maar. Hop. Joep. Hoor je dat? Nou.